En ik heb een vraag. Hoe is het eerste mens op de wereld ontstaan zonder ouders? Een vraag van Jens. Jens wil graag weten hoe de eerste mens op aarde kwam. Een hele goede vraag, maar moeilijk te beantwoorden. Maar er is iemand, een meneer Charles Darwin, die in 1859 een heel mooi boek schreef over onder andere het ontstaan van de mens. Dat boek ging over evolutie, dat betekent ontwikkeling. Meneer Darwin stelde dat de mens en de huidige mensapen, de gorilla en de chimpansee en de bonobo en die echte mensapen die je uit de dierentuin kent, dat die een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dat was dus een oervorm en daaruit zijn die mensapen en de mens ontstaan. Dat kost erg veel tijd, maar die tijd hadden we ook wel. 200.000 jaar geleden, dat is behoorlijk lang, begon dat evolutieproces. En dat resulteerde in wat we nu hebben, die nog bekende mensapen en de mens die dan heet Homo sapiens. Die doet het heel goed, die heeft zich over de hele aarde verspreid, want dat begon allemaal in Afrika en nu komen ze overal voor mensen. En daar zijn er heel veel van, eigenlijk misschien wel een beetje te veel, maar dat is een ander onderwerp. Dag Jens.